Hallo mensen, welkom terug in Prison Architect. Vandaag ga ik een paar dingetjes doen. Jullie zien waarschijnlijk ook wel, als jullie de laatste video hebben gezien, dat het een beetje is veranderd. Dat klopt. Ik heb de keuken al groter gemaakt en ik heb de gevangenis hier een beetje naartoe uitgebreid. Ik heb nu een paar grants die ik nog moet voltooien. Dus als eerste ga ik deze Grand Visitation voltooien. Dan moet ik daar nog 3 bezoekerstafels neerzetten. En verder wil ik in deze video graag een workshop bouwen. En een andere ingang maken. Met dus de nieuwe kamer Reception. Oftewel receptie in het Nederlands. Waardoor de gevangenen er wat beter binnenkomen. Want kijk, minimum. Gevangenen met minimale dingen. Ik weet even niet hoe zij het noemen in het spel, maar goed. Ik heb die alleen nog maar trouwens. Die lopen niet weg als ze hier gewoon worden neergezet. Maar ik denk dat degene van gewoon medium en zeker die van high risk, die gaan weglopen. Dus dan moet ik een wat veiliger gebied hebben waar zij worden gebracht. Dus dat wil ik ook graag maken. En verder wil ik gewoon even een beetje uitbreiden. Zoals het klaslokaal en de keuken wil ik even afsluiten. Zodat alles weer helemaal netjes is. Nou, ik ga beginnen met gewoon het klaslokaal even uitbreiden. Daarvoor is jammer genoeg ook nog een klein beetje fundering nodig. Dus dat doe ik maar zo. En dan sluit ik even dit hier af. Alleen. Oh, blijkbaar kan hier een muur. Dat is een beetje jammer. Maar goed, alles gaat wel goed komen. Dan haal ik deze muur hier even weg. En ook hier alvast een stukje. En dan stop ik hier even de staf door in. Daar een. En dan mag deze weg. En speel maar af. Oké, ik dacht heel veel dat want die rood was. Dat door servo het niet zou gaan doen. Maar goed. Jij, ik zie dat je moe bent. Ga maar even lekker rusten. Er komt toch wel iemand voor in jouw plaats. En jullie twee ook. En ik denk dat alles dan weer helemaal goed gaat. En dan ga ik als eerste even nu de visitation uitbreiden. Want dat is namelijk nu maar 1 kamertje. Alleen, waar ga ik dit doen? Waarschijnlijk hier. Maar aangezien dit lekker bij de ingang nog redelijk is, ga ik hier eerst even de receptie doen. Die maak ik hier. Zat er een ding aan hoe groot die moet zijn? Nee. Maar ik zal het toch wel even wat groter maken. Dan gaat hier een deur komen. Alleen, welke zal ik dan doen? Solitary door. Die ik op afstand ga bedienen. Oh, grappig. Hier komt er ook kleding op te liggen. Oh, fijn. Zo, blijf maar lekker open. En dan een door servo. Oh! Wow. Escape attempt. Oké. Zij zijn dus aan het proberen te ontsnappen. Fijn. Ga maar even lekker doen. En dan ook emergencies. Riot police. Oké. Zo. 2 escapes vandaag. Nou, dan weet ik ook meteen hoe dat gaat. En ik neem ook maar even dit weer. En dan zet ik deze weer op de maal. Hij probeerde het.
Hij probeerde het. Gelukkig is Riot Police er nog. Laat ik maar even deze eraan vast gaan doen. Door control system. Die. Oké, ik hoop dat het nu goed gaat. Materialen. Concrete wall. Of daar. Hier mag dan een gewone deur. Waarom proberen ze de hele tijd nog steeds te ontsnappen? Wie wil nou ontsnappen uit mijn cel? Dat snap ik niet. Waarom zou je dat willen? Maar goed. Ik was bezig met dit. Dit is nu, als het goed is, klaar. Dus wanneer er nu gevangenen binnen gaan komen. En dan gaat hij nu proberen te ontsnappen. Gaan die gewoon naar de receptie toe. Waardoor ze gewoon veilig binnenkomen. En ik daar niet me zorgen over hoef te maken. En wat is het nou de hele tijd? Ik heb niet genoeg solitaire cells. Oké. Ik zet maar even op rust. En dan laat ik dan als eerste maar even nieuwe solitaire cellen gaan maken. Waar staat die? Solitaire. Hier. Hier is een heel klein gangetje. Een deur. Dan komen hier de cellen. Materialen. En hier er lekker omheen. En dan solitaire door. Zo. Hopelijk gaat dat nu goed. En dan kan ik nu eindelijk eraan gaan werken om een grotere. Waar staat die? Nee, niet parole. Grotere visitation te maken als ik hem kan vinden. Want ik zie hem niet. Dan maar even zoeken. Visitation. En dat moet natuurlijk 3 tafels bevatten. Dus ik maak hem als eerste weer even lekker groot. En dan objecten, visitor table. Dit is gewoon bijna exact de goede grootte. Volgens mij mocht die er vanaf. Ja. Hopelijk gaat dit nu goed. Ja, als het goed is. Ah nee, want ze zijn nog bezig. Ik wil zeggen, als het goed is, kunnen nu meer mensen daarin. En het klaslokaal is ook groter geworden. Dus laat ik dan maar even die muren weghalen. En dan kan ik het klaslokaal gaan uitbreiden. Of een tweede klaslokaal maken. Afhankelijk van wat ik wil. Ik denk dat jullie wel weer weg mogen. Doei. En hier mag nog een stukje muur. Oh. Hij staat rusten. Op de grond. Zoiets. Oké, op naar de volgende grant. En dan ga ik dan de OA doen. Ik denk dat je het zo moet zeggen. Ik weet ook niet helemaal waar het nu voor staat. En deze doorservo doet niks. Oké. Nee, de deur is kapot. Ik wil het niet doen. Repareer het. Job in progress. Zo. Vaag. Maar ja, laten we het sneller doen. Ik moet nog mijn taaldetectoren gaan doen. Gaan maken. Dus daarvoor zoek ik dit op. En wat is nou een betere plek dan de plek waar ze binnenkomen? Dus ik hoop dat die zo goed werkt. Ik doe er voor de zekerheid maar aan allebei de kanten één. En dan moet hier natuurlijk ook stroom heen. Dus die komt daar vandaan. Ja, de visitation is nu kloppend. Dus daar gooi ik maar even een
muur omheen. Met bij deze doorgangen gewoon even een normale deur. En in principe, aangezien ik nu al een grotere visitation heb, kan deze weg. En die ook. En de CCTV ook. En dan mag ook meteen de kamer weg. Ik weet nog niet waar ik deze ruimte voor ga gebruiken. Dat zie ik dan wel. En dat zie ik dan in een volgende video. Want ik ga deze video hierbij laten. Ik bedank jullie allemaal heel erg voor het kijken. En tot de volgende video.